Schmoezel, rond de vijver. Rond de vijver. Ja. Oké. Bedankt. Prima. De boeken van Hermans ademen een donkere sfeer. De wereld die hij beschrijft is chaotisch. De hoofdpersonen zijn niet te vertrouwen. En vertrouwen niemand en zijn zelf ook niet betrouwbaar. Zijn stijl is ongeëvenaard. Hij heeft verschillende boeken geschreven die tot de top van de Nederlandse literatuur behoren. Nooit meer slapen is daar een voorbeeld van. Mandarijn of zwavelzuur is een boek waarin hij nogal wat mensen en situaties op de hak heeft genomen. Zodanig dat hij er geen uitgever voor kon vinden. En hij besloot het zelf uit te geven. En het werd een groot succes. Hermans, scherpe geest, briljant stylist, hoort in het pantheon van het Letterkundig Museum thuis. De portier is een invalide. Op zijn eikenhouten bureautje staat alleen een telefoon en hij zit voor zich uit te staren door een goedkope zonnebril. De linkeroorschelp moet afgescheurd zijn bij de ontploffing die de man verminkt heeft. Of is misschien verbrand toen hij neerstortte met een vliegtuig. Wat er van het oor is overgebleven lijkt op een slecht uitgevallen navel en biedt de haak van de bril geen houvast. Professor Numedal, please. Ik heb een afspraak met hem. Good day, sir. Ik weet niet of professor Numedal binnen is. Zijn Engels klinkt langzaam of het Duits was. Hij zwijgt verder en verroert zich niet. Ik heb gisteren een afspraak gemaakt met de secretaresse van professor Numedal. Voor vandaag 10:30.